gaan vandaag weer verder met de storyline. Het wordt natuurlijk super spannend, maar dat gaan jullie vanzelf zien. Laten we er maar snel in duiken. Dit kon je zien in de vorige aflevering. DJ, help ons! We worden nu uit het voertuig gelaten. De eerste deur links. Michael, pak dat wapen, pak dat wapen! Oh, shit. Oh, eentje die we mee gaan nemen. Ze gaan Roy elektrisch. Ik zeg niks. Ik ga niks zeggen. Ja. Zal ik het opwagen? Oké. Ik ga hier zo. Oh mijn god. Ja, de lul. Huh? Hij niet. Buiten jij. Ze richt al vuurwapens. Dit is niet goed, jongens. Nou, stap maar in. Waar gaan we heen? Ja, ik zal even je GPS instellen als je die uit. Waar gaan we heen? Oh ja, we kunnen anders weer bellen op het vliegveld. Leuk aan elkaar. Hallo? Naar jouw toekomst. Oh, we gaan naar de papierfabriek. Stap maar allemaal uit. Maar waarom moeten we hier zijn? Wat gaan we hier doen? We gaan naar boven. Ga jij maar even hier zitten op het stoelke. Kijk hoe één die gast eruit ziet, jongen, met zijn alien gezicht. Roy, luister maar gewoon wat ze doen. Zo, ik maak hem even op. Als dan nog één keer zie, dan is het niet in je knie of zo, hoor. Top, dan gaan we naar HB. Een soort beveiligingkamer of zo? Oh ja, daar komen ze. Nou, tot over een tijdje. Misschien dat jullie dan wel praten. Hoe bedoel je? Over een tijdje? Als ik het zeg. Wat? Ja, kijk, daar rijden ze naar buiten. Ik hoor ze letterlijk terugkomen. Nou, Nathan, ja, zijn we weg. Ze hebben ze al lang gezeten dan. Even ze uitgedroogd. Een beetje. Oh, maar als dat betekent dat zij er zijn... Ja, eens kijken hoe het met ze gaat of dat ze nog leven. Ja, ze zullen wel praten nu als ze nog leven. Oh, nee jongens. Dit gaat niet goed, dit gaat niet de goede kant op hoor. Daar komen ze alweer. Ja, daar hangt hij. Hij zit er nog leverend dichtbij, moet ik zeggen. Goeiedag meneer. Hoi. Oh, hij heeft ook nog praatjes. Gaan we hem maar eens meenemen. Zou jullie hem deze persoon mee kunnen nemen? Dan gaan we naar de volgende. Dan neem ik hem mee, zodat ik allemaal in de auto ga plaatsen. Oh ja, tuurlijk hoor. Nou, dan gaan we weer. We worden als het goed losgeknipt. Een druppeltje water. Geef maar gewoon een dopje of zo. Weet je. Ja, zal ik zo meteen in de auto wel doen. Kom wel goed. Morgen verwachten. Goed, dan gaan we naar de volgende. Kijken we of dat die Iedereen die wordt nu opgehaald. Ik ga even alles boeien. Oh ja, je wordt alsnog geboeid. Kijk. Nou, ik doe mijn handen omhoog. We kunnen maar beter nu meewerken. Jongen. Hij heeft toch nog steeds praatjes. Heb je boeien bij je collega? Zeker. We hebben niet zo heel veel andere keuze natuurlijk. Die gast die heeft echt een eng ooglappie. Ja, boei deze maar gewoon af, want dit is het lastige. Draai maar even om, jong. En die gast die praat als een monster. Ja, plaats ik alvast even naar toe. Ho, eens even. Ja, nou heb ik je aandacht. Bij de 1000 likes komt het vervolg online, dus vergeet zeker niet te liken. En nog even te abonneren, dat zou ik super erg waarderen als je dit tof vindt. Maar laten we maar snel weer verder gaan. Om een maat gesloten in de cel, jongen. What the fuck? Hai, goeiedag. Ja hoor, daar gaan we. Nou, daar staan we weer buiten. Ze zitten lekker bij, hè? Nee. Het is wel mooi weer, dat wel. De graphic pack ziet er zo dik uit. Nou, we zitten in de auto, jongens. Ik kreeg een dropje of zo, omdat ik niet heb gegeten heel lang natuurlijk. Flesje water voor je pakken. Krijg je toch een paar druppjes. Misschien kan je beter praten dan met de droge keel dan. Een droge keel. Hij is zo droog. Dat is mooi, jongen. Kijk, dat wapen ook op zijn rug. Ja, dat zijn wel dikke... Hier, in je mond. Bedankt. Dan zou je niet veel water meer kunnen drinken in je leven. Wow, is dat een bedreiging? Hoe zo bij jou terug, meneer? Ik denk dat de andere jongens zo meteen ook worden opgehaald. Max, voor jou zet die ene die jij vast hebt maar in de andere auto. Oh ja, daar komen ze al. Die jij vast hebt. Gaan we die eventjes van de groep deze, ja. Deze. Huh? Ja, wat zijn ze van plan? Zet maar gaan sowieso heel veel andere mensen nog in de auto's komen. Mijn collega. Jij mag bij de andere in de auto. Nou, dan gaat Michael, die gaat in de andere auto. Ze zijn ook gewoon met 4 auto's dit keer. Oh ja? Zal ik hem even openen, maar mee, collega? Ja. Oh, dat is wel echt insane. Dat was een keer poot. Poot? Het was wel poot. Zie je, ik had wel gelijk. Zie je wel met hoeveel auto's er zijn? Je 2 A6, 2 S63's? Daar zitten we dan, naast elkaar. Gelukkig vriend. Die man met het masker is echt kapot eng hoor, hem ook praten. Oh, die lampen die gingen hier trouwens ook aan. Ja jongens, no drugs, alcoholic beverages or drugs permitted on this property. Oh, dat mag helaas niet. Oh, we gaan rijden. Zie je dus ook wel die S63 Ummer met die lampjes in de grill? Lijkt me echt cool. Even kijken of die lampjes die gaan daar aan. Kijk, iedereen zet ze al aan, hij ook. Ja, dit is wel ziek hoor. Ja, ben je wat mondiger geworden meneer, of ga je nog altijd niet praten? Ik ga helemaal niks zeggen. Straks mag je even jouw gedachten delen met David Jones. Ik ga ze helemaal niks zeggen, dat is één ding wat zeker is. Ik heb trouwens even de lichtjes wat aangepast. Super dik zo. Ja, ik ben benieuwd waar we heen gaan, jongens. We gaan ook letterlijk midden door de stad heen. Wait, yo? Kijk dan. Gaan we naar de Mazebank of zo? Hier, daar is mijn huisje links. Oh god, wat gaan we hier doen? Oh nee. FBI-gebouw? Dan moeten we bij het FIB. Ja, wat moeten we hier? Oké, we gaan gewoon naar het FBI-gebouw. Of FIB, hoe je het ook wil noemen. Wat de heck? Waarom parkeren ze dan niet beneden in de parkeerplaats? Klik even je gewoon los. Moeten we hier... Ja, we moeten hier wel zijn. Ik hoor die David Jones. Weet dat gekke monster dus? We moeten hier dus wel zijn. En ik... Moet ik er ook uit? Oh ja, ik moet er ook uit. Even mijn gordel los. Oh, dat is handig. Ik weet niet wat idee. Ik dacht dat hij werd doodgeschoten of zo. Kom maar, jong. Bam. Er rijdt ook even iemand langs. Daar gaan we dan. Ja, daar is Michael of Roy. Ik weet niet, één van de twee. Maar wij missen één. Waar is... Oh, daar. Er zit nog iemand in de auto. Trouwens, loop zelf maar even voor. Kom op, tempo. Ah, we moeten naar binnen lopen. Kom op, tempo. Ik rijd... Oh, dit is niet goed, jongens. Oh, ik moet even omboeid worden. Hij stopt ook niet met lopen. Kijk, ik doe niks.
Kijk, hij stopt niet met lopen. Ik doe niks! Kijk waar ik heb heen ga! Ik moet me even opnieuw boeien, moet me even pakken, want hij stopt niet. Ik ga Kijk, dat is wel beter. Nou zien we tenminste wat. Maar wat, ik moet weer in het FBI-gebouw dan? Oh god, waar zijn we nou weer? Kom maar jongens. Ik ga niet lopen. Nee, ik ga niet meedoen hoor. Mob tempo erin. Oh, oké, toch wel. We hebben geen andere keus. Dit zijn gewoon corrupte agenten of zo. Ik word helemaal gek, jongen. Het zijn allemaal agenten van de DZ. Of wat even een speciale eenheid die zich niet alleen maar bezighouden met de legale zaken. Nee, je ziet het. Een beetje een corrupte boel hier met zijn flashlight. Dat is sneller. Oh, gauw toch je bek, joh. Rijksheb stuit, duik gewoon die loop in je reet, hè? Ik moet mijn loop in je reet duwen. Jullie mogen mooi even hier op een plateautje gaan staan. Een dikke loop. Moeten we helpen? Ja, dat maakt niet uit. Dat is alleen maar goed. Kom. Allemaal lopen, jongens. Nee. Jullie waren zo goed. Ik zou ook als ik jou was. Lopen zet hij toch? Ik heb een mooi flesje meegenomen van jullie drank. Kom. Kan ik niet gewoon terug sneaken? Ik ga op het randje. Ik doe maar gewoon alsof niks. Oké, laat maar. Ik zag niet eens dat iemand stond. Oké, we moeten lopen. Ofzo? Kijk maar deze kant op. Je hoeft er niet overheen. Wat bedoel je? Jij ook lopen. Oh mijn god. Ik word helemaal doof van die schoten. Ja, kijk maar deze kant op. Jongens, ik ben onschuldig. Ik wil niet dood. Ik wil niet dood. Ik ga niet dood hoor. Nou jongens, waar waren wij gebleven? Hè? Iets met een drank. Nathan, je had het voorbeeld ook gezien, hè? De kleuren kwamen niet helemaal goed overeen met wat het was. Ik weet niet wat dat was, maar het zag er niet goed uit. En hoe doe de mensen reageerden, ik wilde ook maar afwachten. Jullie maken graag mijn collega's ziek. We hebben toen al de vraag gesteld, en dat is een week geleden. Wat hebben jullie in de drank gedaan? En we willen weten, ik wil weten waar je het vandaan hebt. Vertel eens, meneer in het midden. Je weet vast en zeker meer, hè? Nee, gaan we niks zeggen? Heel de tijd zei ik ook bij die marteling niks zeggen en nou zeg ik iets. Wie heeft er, wie had er mooie gele dingen bij? Begin maar met de shit. Zeker dat je niet wilt praten, meneer? Ik weet van niks. Oh nee, Michael. Is dat zo? Ja. Oh nee, Michael. Ik ben heel zeker van. Oh nee. Free Michael. Nou, je hebt geluk. Hoezo schiet ze Michael nou? Gaan we nou wel praten, meneer? Sorry, Michael. Oh, daar flikkert iemand naar beneden. Lekker voor hem. Jij weet van niks. Hij gaat achter Roy staan. Meneer met blauwe hoedje. Oh, dat ben ik. Ik zeg niks. Staan, joh. Ik ga het voor je vangen. Meneer met blauwe hoedje. Ik zeg niks. Jij wilde net nogal graag praten. Ik zeg niks. Dan blauwe hoedje eraf af. Ja, ik denk dat we aan hem niet zoveel hebben. Nee, liever niet. Laten we beginnen in zijn voet. Nee, niet van mij. Michael! Mooi stilstaan, meneer. Of zal meer dan zijn ook. Nee, ze gaan me schieten, jongens. Au! Ik ga vol mijn bek. Blijven, meneer. Je kan toch niet weg daar. Hier, kom, we gaan rennen. Kunnen we rennen? Nou ja, moeten je we verstoppen? Weet wat ik gezegd heb net, hè. Ik wil antwoorden. Oké, hierboven staan mensen. Hij ziet mij denk ik niet. Go. Kan ik niet ergens mezelf nu gaan verstoppen? We moeten zo lang mogelijk stil blijven. Ja, dit kan niet, die lift, dan val je helemaal dood naar beneden. Zeg maar alsjeblieft dat ik me hier ergens kan verstoppen. Zij snappen natuurlijk ook wel dat ze naar me toe gaan, maar... Ik zie hem daar! Ik zie hem hier! Ik ga... Hier ben jij. Oh, ik ren er langs. Omkeren maat, mee met mij. Poot, niet zo zuur. We moeten terug. Ik dacht dat ik daar erachter kon, maar dat kon niet, helaas. Ja, een van ons gaat sterven vandaag, jongens. Ik zeg het je. Kijk, ze staan er boven. Meen je niet, toch? Nee. Want de zon komt al op. Een fijne dag. Michael! Nou... We hebben nog de leider van het groepje. Nee! Fuck you, zeg helemaal niks. Luister goed wat die kerel allemaal zegt. Ik dacht dat er nog een beetje vlammen waren. Michael is doodgeschoten. Waarom gebeurt dat? Ik beneden heb nog een vuurtje, man. Ja? Nou, dan nemen we deze Dan flikkert hij nog wat achter. Nee. Zullen we beginnen met een vinger anders? Vinger? Oké, misschien heb ik al geluk dat ik in mijn been ben geschoten, want... Ja, ik bedoel maar, Michael is nu dood en ik niet. Maar Michael, rip Michael. Nee toch, Michael, niet jij. Hij had het echt niet verdiend. Mag je even omdraaien? Hij moest de last man standing staan. Nee. Oh. Man denkt dat hij een keuze heeft. Oeh. Hij, Fuck. Is dat zijn reactie, letterlijk? Daar gaat zijn vinger. Roy wordt ook nu mishandeld. Het bloed valt mee. Dit is niet tof, jongens. Dit is niet goed. Hij heeft nog steeds praatjes. Nathan, hadden ze bij jou niet een mooi teken op jouw borst? Ja, ik ben nog steeds... Verdomme, plastische chirurgie helpt het niet eens weg. Wacht even. Deze gaan we zo meteen een mooie politie. Roy wordt politie? Wacht, wat? Deze mensen zijn echt ziek. Gebeuren hier zoveel dingen? Dus, wat is de naam van jullie leverancier? De naam van jullie leverancier? Kijk, daar ligt Michael. Huh? Maar waar is Roy nu? Want ik zie het niet. Is dat Roy? Nee. Is hij...
Nee! Oh, hij leeft nog. Ik dacht even dat het schot recht in zijn gezicht was. Maar hij leeft gelukkig nog. Kom op, Roy. En? Doorbijten. Begint het... Waarom richten ze allemaal op hem en niet op mij? Pijn is wel herkenbaar, ja. En niet zo aanstellen, man. Fuck, kopstoot hem of zo, gek. Oh, oh, sorry, collega. Kun je au, oh! Zie maar even in het hoekje daar. Ik moet in het hoekje. Zullen we. Terwijl ik kijk gewoon. Deze even apart nemen, het blauwe hoedje. Die wil nogal graag praten. Michael, oké, misschien is het wel goed dat ik heb gepraat. Ga mee, vriend. Ik ga mee naar de. Ja, geloof maar even naar de tunnel. De tunnel in. Rechtdoor. Wat bedoel je? Ja, gewoon de rechtdoor lopen. Oh, oké. Ik moet rechtdoor lopen. En nu? Nee. Roy, ben ik misschien degene die doodgaat? Ga maar even mooi zitten. Oké, maar het is hier nogal heet op de grond. Ja, dat is jouw probleem. Oh ja, klopt. Dat was ik even vergeten. Wie zijn billen brandt, moet opletten, hè? Oh ja. Ja, daar heb ik nog nooit van gehoord trouwens. Jij wilde is dat iets wat je moeder heeft meegegeven? Ga je nou over mijn moeder beginnen? Nee, ik... Oh! Au! Oh! Roy, ik kreeg ook een tik op Sarsens. Maar je hoort het, hè. Ze zijn daar achter ook lekker bezig. Jij wilde net iets zeggen, maar meneer met zijn ringbaardje die ging jouw mond snoeren, dus... Ik vertel je alles. Nou, vertel. Begin. Wie is je leverancier? Waar komt het vandaan? Wat hebben jullie erin gestopt? Hoe? Ja, die info weet ik dan weer niet. Ik moet voor mezelf spelen, jongens. Meneer, hebt u ook hoogtevrees? Nee is ja en ja is ja. Dus... wist je dat... Nee, laat maar. Je weet echt niks? Je wilt echt niks kwijt? Weet je het zeker? Ik weet wat er in de drankjes is gedaan. Wat is er in de drankjes gedaan? Laten we daar eens mee beginnen. Spul. Ja, wat voor spul? Chemisch. Niet bij de hand lopen. Chemisch spul. En waar kwam dat chemisch spul vandaan? Ja, dat weet ik weer niet. Daar, zo lang... Roy? Ja, met je collega achter gaat het goed, hè? Je hoort het. Roy? Ja, we zijn lekker op dreef. Nee. Nee, blijf maar gewoon hier staan. Jongens, ik wil even... Hetzelfde kan jou overkomen. Nee, laat me... Oké. Is Roy dood? Chemisch. Waar kwam dat chemisch spul vandaan? Ja, dat weet ik niet. Ik ben slechts een barman. Verder niet. Ik krijg een beetje het idee dat ik mijn tijd is dat te verkast. Nee. Nathan? Ja? Zullen we met die ringbaardje even meenemen en deze ook? En deze is gewoon mooi van het gebouw of dief. Nee hoor. Gebouw, ja. Nee! Ik doe alleen maar is Roy al dood dan? Hij weet niks. Het zou chemisch zijn, maar verder is weet hij niks. Ja. Die andere achter ons heeft wel geen knieschijf meer, maar daar komt hij leeft nog wel. Dat maakt niet uit, die sleepwoord. Nou, dan gaan we even een voorbeeld van deze maken. Nou, dat is mooi. Doet hij vliegen weer. Oké, ik vertel alles wat je wil weten. Nou, vertel. Begin op met praten dan. Ik heb je de vragen net al gesteld, zo moeilijk zijn. Wat je wil weten! Zoals ik het al zeg. Ik vertel alles wat je wil. Ik ben helemaal niet grappig nu. Het chemische spul vandaan. Wat is de reden dat jullie erin hebben gestopt? Ik weet dat hij mensen wilde vergiftigen. Omdat hij wilde wraak nemen. Ik weet niet waar ik het over heb hoor, maar... Ja, verder. Wraak op wie? En nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Waar komt het vandaan? Welke leverancier? Ze heten Kelly en Smits. En ze bevinden zich op postcode 6028. Dat is alles wat ik weet. Ik loop maar gewoon wat ter plekke hoor. Dat staat mooi genoteerd hè? Ja. Top, dan heb je nu wel zin om te vliegen, denk ik. Nee. Kijk, luister. Ik kan misschien wat voor jullie betekenen, jongens. Oh ja, is dat zo? Ja. Nou, vertel. Ik doe alles wat jullie willen. Nou ja, ik heb nog steeds niet allemaal antwoorden, dus zoveel doe je niet wel waar we willen. Oh, wat wil je nog meer weten? Nou ja, ik heb je net al gezegd. Maar ik heb al geantwoord. Jullie wilden mensen vergiftigen. Waarom wilden jullie mensen vergiftigen? Dat deed hij uit wraak, omdat dat heeft te maken met zijn moeder. Weet ik veel. Nou, vertel. Nou, zijn moeder die was dus... zijn moeder was kwaad en hij wilde zich bewijzen dat hij wel iets kon doen in de wereld wat heeft te maken met het goede en het kwaad tegelijk. Weet ik veel. Ik geloof helemaal geen sprookjestijd, hè? Ja. Ik kan niet anders, jongens. Ik moet overleven. Laten we deze maar vliegen. Nee, we jongens. We gaan even de halen en we gaan deze gewoon... Nee, luister. Ja, dan neem maar mee. Mag je maar zo meteen afgooien. Nee, ik kan jullie alles vertellen. Kom op, lopen, anders ga ik je meetrekken, maar dan heb je ook gelijk geen knieschijf meer. Hoe zou dat nou weer? Dat is echt zo onmenselijk. Kom op. Oh nee, waarom moet ik vliegen? Laat Roy vliegen. Ja, jij mag even meelopen. Loop eens door. Roy gaat meelopen. En anders... Oh, het is lang, hij schiet. Man. Oh. Twee knieschijven kwijt. We gaan daar door de gang, Diana. Hoezo? Waar gaat Roy heen dan? Waar gaat Roy heen? Topje, mag je collega vol. Dan gaan we lekker terug. Oeh, zit ook een knieschijf minder. Laatste stapjes, jongen. Kom op, geniet ervan. Hoe bedoel je? Oh! Ben je nou dom of doe je nou gewoon dom? Gaat lopen! Nou, dat is genoeg gevraagd. Op Tom, loop eens door. Oh, ik kan niet meer, jongens. Ik kan niet meer. Richting de gang. Oh, de gang! Oh!
Ja, oh, ja, ja. Ik dacht dat... Nee, ja, nee, naar de gang. Dat wist ik wel. Nee, is niks. Sloop me door. Oh. Ik dacht dat ze maar van het gebouw af gingen duwen, dus daarom ging ik tegenstribbelen. Exciting in het leven, naar meneer. Je gaat zo meteen vliegen. Je moet even heel blij zijn. Nooit geskydived. Zal nooit skydiven. Je hebt het gewoon zonder parachute. Dat zal er nog meer hitten als je niks zegt. Ik ga dus nog wel vliegen. Dan moet je geen zorgen om maken. Oh, communications. Oké. Het ziet er heel mooi uit hier. Een beetje griezelig ook. Spookachtig. Kom op maar, gooi. Wees blij, je hebt in ieder geval een mooi uitzicht voordat je gaat. Lopen, joh. Nee. Ja, maar die andere heeft knie schijf minder, maar toch. Waar is dit heen komen? Vergiftige kon je ook, dus... Voordat wie gaat? Dat is de bedoeling. Ik weet het ook niet. Kom op, ga nou lopen. We zijn zo ongeduldig. Oh, dat klonk heel raar. Knie schijf door boord gaat. Gek. Is dat mijn probleem? We gaan helemaal heen. Ja, ik zeg toch, je kan hinkelen, meneer. Goeie exercise. Roy, zijn enkel. Kijk zijn knieschijf. Kijk zijn knie. Zit helemaal in het bloed. Ben je dan twee knieschijf kwijt, hè? Ajo, fuck jou. Laat je niet tegen mij. We moeten hier doorlopen. Ik hoor dat Roy nog allemaal wordt mishandeld. Ik ga maar gewoon lopen. Kan ik hier niet ergens schuilen of zo? Hier achter de deur, achter de deur. Laten we hier schuilen. Ik ga hier gewoon zitten. Ik ga weer helemaal tegenwerken. Nou, hopelijk gaan ze me niet zien. Hey, wakker worden, chef! Dan kunnen we misschien wel ontkomen. Oké, laat maar. Dit is heel awkward. En waar ben jij mee bezig? Oeh, even op adem komen hoor. Even op adem komen. Even een vogel dicht bij je komen. Nee hoor. Wat wil je gaan doen? Ik denk ik ga achter die deur zitten. Kom op man, ik ben veel te veel aan het lachen terwijl dit helemaal het bloed serieus is, maar... Kijk. Okay, let's go. Kijk hem met zijn monstermasker. Ja, dat is goed. Wacht hier links. Oh, oké. Okay. Hoor je de wind als suizen, collega? Nee, gewoon hier naar binnen. Hij houdt heen. Ik dacht ik doe een NPC na praat, want wij moeten overleven. Wij hebben dit, wij gaan zo lang mogelijk gewoon uit handen blijven. Oh, mooi uitzicht. Zie je, er kan toch wel een tempootje in. Oké, dit is niet heel fijn. Ik ben ook geboeid, dus dat... Wat vind je van het uitzicht, kan ik hier gewoon even zitten hier dit zo? Dit ziet er goed uit. Echt blij van. Ja, nee, dit doet deugd, weet je. O jee. Frisse lucht, hoge hoogtes. Oh nee. Eens kijken of dat ze dan wel beginnen te praten. Oh nee. Ja, je weet maar nooit. Nee, hè? Niet ik. Ga maar eens even op het randje staan, meneer. Oh, wacht even hoor. Ik kan toch wel een tempootje in? Nee, maar volgens mij moest jij de andere kant op. Oh, dat randje. Staan. Oh, sorry. Ja, ik zoek wel echt het randje op nu. Nee, andere kant. Richting de Fresher. O ja. We moeten ook een tikje krijgen. Ik kom eraan. Godverdomme. Je moet even tijd rekken. Roy moet voor. Duidelijk genoeg dan. Oké, we gaan al. Oh, dat was niet de bedoeling. Lopen naar die rand. Naar het randje. Oh jee. Kom op, jongens. Nee, Roy, jij mag hier blijven staan. Jij mag gewoon mee. Hoezo, Roy? Nee. Kijk maar. Ja. Jouw vriend die praat nog graag. Ga maar naar het randje. Oké. Doe Tony niet dood. Ik heb geen andere keus, Roy. Maar jou de eer zo meteen dood maken. Ja, welke van de twee mag. Dat weet ik gewoon. Ga maar naar het randje. Nee, Tony. Naar het randje. Ja, maar ik sta er toch niet helemaal jaapie. Waar wil je dan ook helemaal heen gaan? Met clownhoofd. Clownhoofd. Wat zeg je? Ik, Nee. Als je, ik zou ik weet niet of er nog wat overblijft van jouw hoofd. Nee, maar ik kan je echt alles vertellen hoor. Hij heeft toch informatie gegeven? Ja, maar niet hetgene wat ik wilde weten. Wat wil je wel weten? Ja, nog steeds dezelfde vragen die ik net gesteld heb. Maar wat is je vraag? Waar komt het chemische spul vandaan en geen fabeltjeskrant? Postcode 6028. Nou ja, ik zei geen fabeltjeskrant. Hoe bedoel je? Wie is je leverancier? Waarom hebben jullie het willen vergiftigen? Oké, hij heet, wil je een naam weten? Ja, graag. Hey. Oh, niet lachen, hè? Zo schijnt nog grappig vinden. Nee. Ik zou hem gewoon met de knuppel naar beneden slaan, dan voelt het dit. Oeh, dit is echt heel awkward. Dat is wel een goed idee. Oh, ik had het zo zien. Zachtjes naar daar toe duwen. Nee, gewoon allemaal samen tegen hem duwen. Nee, jongens, luister. Zachtjes naar beneden. Of naar nog steeds kunnen we terug naar die. Hoi! Nee! Terug. Jongens, we kunnen er nog steeds even rustig over doen, oké? Nee, ik begin er een beetje de peeën van krijgen. De wat? De peeën. De scheid. Wie wilt hem erin? Gooit hem maar naar beneden. Oké, ik zeg heel eerlijk, het was meneer P. Dat is al de derde naam die ik krijg. Gooit hem maar. Nee, maar dat was hem echt. Nee, jongens, wacht nou even. We kunnen hier echt wel nog over praten. Oké. Even weer daar staan. De kans om te praten is voorbij, chef. Nee. Maar er is nog tijd, jongens. Er is nog tijd. Nee, er is niet. Au! Nee! Hup, naar de rand. Ja, maar ik ben er al. Dan spijk je er zelf die wordt mooi. Die wordt mooi. Ah. Roy? Dit wordt prachtig. Ga maar naar het randje. Roy, sla me Holy One, jongen. Roy, zeg ze niks. Of hoe heet dat nou bij baseball? Hop naar achter jij. Roy, je zegt ze niks, ja? Je zegt ze niks. Een home run. Kijk, dat is hem. Daar gaan we, jongens. Gaan we naar het randje. We hebben geen andere keuze. Ik zeg, ga je gang. Tik hem maar naar beneden. Nou, Roy, kijk goed, hè. Wacht, kan ik hem misschien dodgen? Ik ga hem dodgen. Ik ga hem dodgen. Ja, fijn dag, meneer. Nee, Tony. Ja, oh, ja. What the fuck is? Oh. Hij kan hem nog wel even. Ja, what the fuck is? Oh. Hij kan hem nog wel even. Wat mooi. Kijk. Die zijn echt psychopaten, jongen. Nou, Roy. Wat zei je? Het is jouw beurt. Psychopaten zijn, ja. Doe daar, jongen. Ik zeg toch. Auw! Haas is dicht, vriend. Nou, dus ook gelijk een teen minder. Maar, vriend.
je hebt net gezien, hè, wat er met jouw collega gebeurd is daarboven. Hè? Die ga je misschien nog een keer tegenkomen, ik denk het niet. Nou, je andere collega ligt hier beneden op het asfalt. Dus waar gaan we met jou doen? Oh, jij denkt dat wij wat op jouw rug en borst snijden en dan ga je weer alsnog afmaken? Dat is niet leuk. Dat is psychopaat. Je moet er wel een beetje schaamte van hebben, natuurlijk. Dus, begin te praten. Hoe komen jullie aan het chemische spul? Waarom hebben jullie het willen vergiftigen? Ik wil antwoorden. We hebben gewoon in het lab gemaakt. En voor wie werk je? Dat maakt jou niks uit. Dus je werkt wel voor iemand. Voor wie werk je? Ah! Ik ga jou het vertellen. Ja, dan heb ik knuppel nog wel actie wil. Ik werk voor Jack Sparrow, man. Voor wie? Jack Sparrow. Ik zeg je heel eerlijk, laten we deze lekker naar Jackie terug gaan. Ik ga jou nog iets geven, vriend. Jij krijgt van mij deze hele mooie parachute, jongen. Jij mag ook op het randje gaan staan. En dan mag jij zo meteen naar beneden springen. En ik hoop voor jou dat jij aan het juiste koortje krijgt. Mag even tussen mijn koers gaan vliegen? Ja, dat is een goed idee. Ik hoop voor jou dat je snel springt, want mijn collega's hier links van mij, die gaan zo meteen met drie man tegelijkertijd... Doei. Nou, vier. Houd zakken. En? Adam al? Ik denk niet dat jullie gemist hebben, jongens. Oh, nou, zijn parachute is wel geraakt. Maar, de rest. Nou ja, we gaan het zien. Nou jongens, je weet in ieder geval tussen wie die hoort. We gaan hem nog tegenkomen, denk ik. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik natuurlijk op een van deze twee video's, want die moet je echt gezien hebben. Vergeet verder ook zeker niet nog even te liken en te abonneren. Dat zou ik echt super erg waarderen. Ik zeg, zoals ik altijd zeg, dat is tot de volgende video. Fluister je later. Ciao, ciao.